Goed, welkom bij de video over hoofdstuk 9 van module 3. Grenzen en conflicten in Rusland. Eerst hebben we een stukje geschiedenis. Hier een kaartje van Rusland tijdens het Russische Rijk. Toen de tsaren, oftewel het Russische woord voor keizer, de baas was in Rusland. En je ziet dat door de loop van de tijd dat het Russische Rijk steeds groter is geworden. Het begon eigenlijk allemaal zo'n beetje hier rond Moskou. En vervolgens is dat steeds meer stukken van naar het oosten uitgebreid en ook een stukje naar het westen en hier naar het zuiden uitgebreid. Nou, 1914, hield die Russische Rijk op eigenlijk, omdat het tsaar werd afgezet door de Sovjet of de Bolsjewieken. En toen kwam er de Sovjet-Unie. En je ziet het gebied dat bij de Sovjet-Unie was eigenlijk een beetje hetzelfde grondgebied. Toen waren dus ook de landen die hier lagen nog steeds niet zelfstandig. De tsaar werd van de troon afgestoten. De tsaar die regeerde als een of andere alleenheerser op aarde. Voelde zichzelf bijna goddelijk. Daarvoor kwam dan zogenaamd de communistische partij aan de beurt. Waar zogenaamd het volk de baas zou zijn. Nou, het draaide er uiteindelijk op eind eigenlijk dat de communistische partij alles voor het zeggen had. En zeker de leider van de communistische partij, die zich eigenlijk bijna als een soort Russische tsaar ging gedragen. Nou, dat is gelukkig wel een beetje veranderd. Rusland werd wat relaxter in 1991 toen hield de Sovjet-Unie op te bestaan. Toen viel dus Rusland voor een deel uit elkaar. Wat we nu nog hebben, hier is hier Rusland en hier kwamen dus onafhankelijke staten. Al deze staten zijn allemaal deels gelijk al onafhankelijk of later in ieder geval. En die waren dus onderdeel van de voormalige Sovjet-Unie. En kwam er dus een Russische federatie, dat noemen wij vaak Rusland, maar in principe is dat ook een federatie. Bestaande uit 86 deelstaten die gedeeltelijk of bijna volledig zelfbestuur hebben, of in ieder geval volledig ook niet, maar in meer of mindere mate zelf dingen kunnen bepalen. Hier zie je al die kleine friemeltjes van zelfstandige staten. En je ziet hier nog een stipje en dat is dit dingetje hier aan de Baltische Zee hebben ze ook nog een klein stukje Rusland zitten. Dit is dan noorden van Polen. Het staat niet in verbinding. Hè. Je kunt het hier ook zien. Moet dus altijd met een luchtbrug bereikt worden. Zelfstandige staten dus ook niet helemaal. Dit zijn wel zelfstandige staten. Dit is de Russische Federatie. En daar zit weer een nieuwe tsaar op de troon, zou je kunnen zeggen. Want Poetin regeert daar natuurlijk ook weer gewoon als een alleenheerser. Die af en toe denkt dat hij alles kan maken. Nou, in het boek komt een begrip Russificatie voorbij. Russificatie is een politiek waarbij je zorgt dat mensen zoveel mogelijk Rus worden, zou je kunnen zeggen. Daar begonnen de tsaren al mee in de 16e, 17e eeuw. De Sovjet-Unie is daar heel erg actief mee geweest door ook mensen te verplaatsen vanuit allerlei delen uit Rusland. Om eigenlijk te zorgen dat mensen zich niet meer een Tartaar voelde of Moscoviet of wat voor volken er ook rondbanjeren. Maar dat ze zich op een gegeven moment in eerste instantie misschien zelfs communist zouden voelen. En tijdens het tsaar al gewoon Rus. En je spreekt dan over een communistische of dus Sovjet-Unie. Maar voor veel mensen betekende dat gewoon Rus. En ook in de Sovjet-Unie tijd hebben ze dus geprobeerd om Rusland zoveel mogelijk Russisch te maken, of in ieder geval de Sovjet-Unie. Poetin is daar nu ook in principe nog stiekem een beetje mee bezig. Nou, waarom? Kijk, het is ook haast onvermijdelijk. Als je zo'n groot lap grond, zo'n groot land wilt besturen of wilt laten regelen, dan kun je haast niet anders. Want zo'n groot land, dat betekent vanzelf ook veel inwoners. Betekent ook gigantische grote afstanden. Kan tegenwoordig misschien heel veel via telefoon en internet, maar in de tijd van de tsaar of in de Sovjet-Unie tijd moesten mensen dat gewoon echt gaan brengen, het nieuwsbericht. Dat betekent dat als er in Moskou iets besloten werd, het soms weken kon duren voordat ze dat in Vladivostok, helemaal aan de oostkust, te horen kregen. Dus dingen gaan dan heel langzaam en heel lastig. Dan moet je dus
wel zorgen dat mensen zich in ieder geval verbonden voelen met en ook bereid zijn om zulke grote afstanden af te leggen. Maar zo'n groot land betekent natuurlijk ook veel etnische groepen, dus ook veel verschillende culturen en veel verschillende talen. Dat is heel lastig om dat bijeen te houden, dus dan kun je er eigenlijk haast niet aan ontkomen door te zorgen dat er bijvoorbeeld één taal gesproken wordt en dat mensen zich toch verbonden voelen met dat hele grote gebied waar dan, wat dan tot één land behoort. Nou, dat is nu nog steeds een probleem, al die grote verschillen, grote afstanden, verschillen en al die verschillende en ook die vele inwoners verspreid over het hele grote land. Daarbij heeft Rusland nog een ander probleem en dat is dat het een communistische staat is geweest. Het communisme houdt in dat inderdaad iedereen gelijk is, dat is een beetje het idee. Iedereen moet dan maar gelijk zijn, een beetje dat idee. Als je in Rusland vroeger een auto wilde kopen, moest je dat aanvragen en dat kon uren of jaren of zelfs, niet uren, dat kon jaren duren voordat je überhaupt een auto mocht kopen, want er werd bepaald of jij wel dat ding nodig had, want mocht er vooral niet al te veel verschillen zijn. Dat betekent ook dat heel veel dingen niet geregeld konden worden officieel, dus werden niet officieel geregeld, dus corruptie bestond al heel erg en dat is nu alleen nog maar erger geworden. Een politieagent die niet een boete uitschrijft, maar gewoon zelf maar bepaalt hoeveel jij moet betalen als jij een verkeersovertreding hebt gemaakt. Of soms gewoon zegt dat je een verkeersovertreding hebt gemaakt en je dan maar gewoon een geld laat betalen, anders krijg je een boete en die is nog veel hoger. Hè? Dat soort grappen. Dus corruptie. Mensen hebben ook weinig ervaring met democratie, dus ze hebben honderden jaren dat niet voor zich gehad en nu mogen ze dan zogenaamd stemmen. Dat betekent dus één grote fopperij. Mensen weten vaak niet wat ze moeten stemmen of stemmen dan maar gewoon op Poetin. Mensen die de oppositie wordt enorm tegengewerkt, de regering zelf die rotzooit maar wat aan met stembureaus. En het gaat daar niet zo democratisch aan toe als dat je zou willen of dat in Europa aan toe gaat. Maar dat komt ook, ze hebben er weinig ervaring mee, dat moeten ze gewoon nog leren. Dat heeft in Europa en in Nederland heeft het ook een paar honderd jaar geduurd voordat we dat goed voor elkaar hadden. Rusland is nog maar net begonnen, hè, in 1991. Ze hebben ook weinig ervaring met kapitalisme. Hè. Kapitalisme dus dat geld een drijvende factor is. Dat omgaan met verschillen vinden ze lastig. Criminaliteit gaat enorm in Rusland. En het is ook heel met elkaar verweven. Criminelen, de Russische maffia die hele nauwe banden heeft met de regering. En die elkaar onderling ook een beetje helpen en de handjes boven het hoofd houden. Daar gaat weer heel veel met. Ze weten niet precies hoe dat nou moet. Hè. Hoe je nou zo'n land moet, hoe ze een land moet inrichten, zoals we dat bijvoorbeeld in Europa hebben. Hoe ga je ermee om dat mensen verschillend salaris hebben bij hetzelfde bedrijf en toch verschillend werk doen? Dat vinden ze lastig. Hebben ze nooit geleerd, moeten ze nog aan toekomen. Nou, en ze hebben ook vaak door die communistische land een passieve houding, want ja, daar bepaalde de regering het, dus ze hoefden zelf geen initiatief te nemen. Het kwam wel voor dat er 100.000 bij wijze van spreken ventieldopjes werden gemaakt, terwijl er maar 10 ventielen werden gemaakt. En dan bleek dus natuurlijk heel veel liggen in de voorraadkamers van de fabriek die ventieldopjes maakte. Maar ja, je moest er 100 per dag maken, dus die arbeider maakte gewoon 100 ventieldopjes. En de leidinggevende die moest er zoveel per week laten maken, dus die liet dat dan doen. Ook al was het niet nodig, waren vooral niet van plan om zelf hun nek boven het maaiveld uit te steken, want dan ging die er af. Dus ook heel veel wantrouwen, ook vooral naar de staat. En dat is nog allemaal een resultaat van die Sovjet-tijd. En daar hebben ze nog steeds mee te maken. Overigens ook wantrouwen naar het Westen, hè? De Europese en Amerikanen. Wat die ook zeggen, het is allemaal niet waar. Nou, Rusland is dus een land met veel verschillen. Talen, culturen, etnische groepen. In je boek staat ook een aantal bronnen van. Ik heb hier dit kaartje van verschillende talen die er zijn. En je ziet dat zit verspreid over dat hele land, allerlei verschillende talen, religies. En dit is heel erg islamitisch over het algemeen, deze gebieden. Dit is weer heel erg christelijk. Hier zit je vlakbij China en Mongolië, dus dit is een behoorlijk Aziatische gebeuren. Dus die landen zitten allemaal, daar zitten heel veel dingen door elkaar heen. Zowel in dit Rusland zelf, als in die landen die nu onafhankelijk zijn, maar waar Rusland nog steeds graag een beetje invloed wil houden. Plus, dit zijn de overgrote groepen. Hè. Je moet ook realiseren dat toen dit de Sovjet-Unie was, er mensen uit dit gebied daar naartoe zijn verplaatst. Of daar vandaan hier naartoe zijn verplaatst.
Soms vrijwillig, of soms half vrijwillig, of soms ook helemaal niet vrijwillig. Mensen werden als soldaten naar hen toegestuurd, moesten daar blijven, in fabrieken werden ze te werk gesteld, van alles en nog wat. Dus ook hier kom je heel veel mensen tegen uit al deze verschillende groepen. Dat heeft natuurlijk wel eens een nadeel, dat botst ook wel eens, dat gaat niet altijd goed komen. En daardoor ontstaan er ook wel veel conflicten in dat Rusland. Nou, gevolgen daarvan onder andere is dat er een hele sterke nationalisme is. Niet alleen in de staat die zelfstandig zijn geworden, maar ook binnen Rusland zelf. En dat leidt tot hele vreemde groeperingen, echt enorme racistische, soms bijna fascistische groepen die zich gedragen als nazi's in de Tweede Wereldoorlog, maar dat vooral niet willen zijn, want Nazi-Duitsland was de grote vijand. Maar voor de rest zijn het gewoon nazi's. Andere vormen van nationalisme die heel erg teruggrijpen juist naar het Tsaren-tijd, waarbij ze ook wel heel veel mensen teruggrijpen, oude muziek, klederdrachten en toen was alles goed verhaal. Ook weer een soort nieuw communisme wat aan het opkomen is. Steeds meer groepen die eigenlijk weer willen dat die Sovjet-tijd terugkwam, want toen had in ieder geval iedereen werk, had iedereen te eten. Kon iedereen naar school. Dat soort dingen zijn ze nu, lopen ze nu soms tegenaan, dat mensen niet kunnen betalen. En in landen waar juist die niet meer bij de Sovjet-Unie horen, die worden een beetje zenuwachtig. Dit was een demonstratie in Letland. Dat is in principe een zelfstandig land, maar was vroeger van de Sovjet-Unie. Die demonstreerde toen Rusland zich met de Oekraïne en de Krim ging bemoeien. Die zagen al een beetje de bui hangen van straks zijn we weer onderdeel van een soort nieuw communistische staat. Hè. Deze groeperingen, dit soort toestanden kom je tegen in Rusland. En het meest maffe is dat ze soms ook met elkaar samenwerken. Dus dat enorme extreemrechtse groeperingen samenwerken met van die clubs die graag terug willen naar het oude Tsarentijd. Of soms ook samenwerken met clubs die terug willen naar het communistische tijdperk, omdat ze bijvoorbeeld een gezamenlijke vijand hebben. Nou, nationalisme, hè, de eigen staat, separatisme is dat je jezelf afscheidt. Nou, een van die voorbeelden, dat is deze. Er is in Rusland ook een hele sterke vorm van homofobie. Nou, even een filmpje. Мы еще и почему против гомосексуализма? Потому что они хотят установить свою диктатуру. А также они очень часто употребляют наркотики. И примерно тоже где-то в 13 раз чаще кончают самоубийством. В глубине души он понимает, что они поступают неправильно. Это мы считаем своего рода раковая опухоль, которая разъедает любой народ. Would you talk to us if we were gay? Ну, вряд ли. Ja. Nou, je voelt de bui al hangen. Zij zijn Nederlandse journalisten en ze zijn homo. Mensen worden in elkaar gerost en de politie staat er soms een beetje bij te kijken. Mag dan officieel niet. Die komen dan later een beetje ingrijpen en die zeggen dan ook, joh, moet je niet meer doen. Maar de homo's worden in Rusland echt behoorlijk heftig soms aangepakt. Nou, dat is in Rusland. We hebben nog eventjes terug naar de grenzen van Rusland, want daar gebeurt ook een hoop. Daar probeert Rusland nog steeds zijn macht vast te houden. Dat heeft soms te maken met economische belangen, maar ook wel met, nou moet ik natuurlijk wel goed zetten, strategische belangen. En vooral bij de grenzen met de EU of met NAVO-landen. Hier ligt Turkije. Turkije is ook een NAVO-land. En daar probeert Rusland toch wel een beetje de grip te houden op die gebieden. Soms omdat er allerlei dingen in de grond zitten of omdat ze hun olie kwijt en hun gas kwijt willen, maar soms ook gewoon omdat ze graag de baas kunnen willen blijven spelen. Voor het geval er iets misgaat. Nou, hoe doet Rusland dan? Ze kunnen ingrijpen. Dat doen ze soms zelf door tanks te sturen. Maar ze kunnen ook wapens leveren, zoals hier bijvoorbeeld aan die Oekraïnse separatisten. Of ze gaan zogenaamd oefenen bij de grens. Dat doen ze hier dan wel eens. Dat zijn wel trucjes die ze uithalen. Economische sancties, ze kunnen de gaskraan dichtdraaien of nou ja, een combinatie van bovenstaande dingen. Dat zijn allemaal trucs om hun macht op de grenzen vast te houden. Oké, dit was hem even.